een zware storm teisterde ons land vandaag. De historische stadionmuur van Go Ahead Eagles aan de Vetkampstraat in Deventer. Alleen dit bleef er van over. Go Ahead Eagles laat weten dat het de stadionmuur zo snel mogelijk in ere gaat herstellen. In de Vetkampstraat ben je eigenlijk niet in Overijssel. Het is gewoon Port Vale of Leeds. Stadionlampen die hun licht werpen over alle straten in de buurt. Fijne bakstenen muurtjes. Het is van vroeger. Het is van de kruidenier op de hoek. Van de Opel Kadett en van de Thunderbirds. Leukste voetbalstadion van Nederland, Vetkampstraat. Dat is net een openluchttheater, dan waan je je in de Engelse competitie als je door die straatjes loopt. Prachtig stadion. Het stadion van de Eagles is uitgeroepen tot het mooist gelegen stadion van Nederland. Voetbaltijdschrift Staantribune nomineerde 5 Nederlandse stadions. Maar liefst 64% van het publiek verkoos de Adelaarshorst als mooist gelegen stadion midden in de woonwijk Voorstad Oost. Het ligt aan de Vetkampstraat in Deventer, een doorligging in een woonwijk, noemt Staantribune de Adelaarshorst het meest Engelse stadion van Nederland. Dit is mooi hier. Ik was hier ook al vroeg en dan kom je door die straatjes heen en dan kom je op die parkeerplaats. En dan zie je die mensen buiten lopen en dan kom je het veld op. Ja, ik heb het gevoel als ik in 1994 weer in Engeland sta. Ik zou eigenlijk zo mijn kleren uit willen doen en zo het veld weer ingaan.